En die enzymen zorgen ervoor dat die insecten opgelost worden. En dan zitten er kleine mondjes aan de binnenkant van die beker die die voedingsstoffen dan weer opnemen. Vleesetende planten. Je kan bijna geen plantengroepen denken die zo fascinerend is als vleesetende planten. En dit is niks nieuws. Mensen zijn al honderden jaren super geïnteresseerd in vleesetende planten. Maar op het moment zijn ze extra populair. We zijn hier in het tuincentrum De Bosrand. En ze hebben gewoon een complete tafel volgezet met verschillende soorten vleesetende planten. En het komt omdat ze steeds populairder worden. Maar wat wel belangrijk is om te weten, is dat de ene vleesetende plant de ander niet is. Er zitten nogal wat verschillen in de verzorging. Dit is bijvoorbeeld een Sarracenia purpurea. En deze plant komt van nature voor in Noord-Amerika, helemaal zo noordelijk als in Canada. Dat betekent dat het een plant is die best wel wat kou kan hebben. En dan nemen we bijvoorbeeld deze bekerplant. Dit is een Nepenthes en deze vindt zijn oorsprong in Maleisië en Indonesië. En dat is, zoals vanzelfsprekend, een heel tropisch oord. Dus deze planten kunnen eigenlijk niet naast elkaar staan. Nou, en als ik dan verder kijk, zie ik nog veel meer soorten staan. Allereerst nog een heel scala aan verschillende Sarracenia's. Kleine Nepenthesjes. En deze, dit is misschien wel de meest beroemde vleesetende plant van allemaal, de Venus vliegenval. Bekend omdat hij echt zijn vallen dichtklapt, wat hem een beetje dierlijk maakt. Ik zie dus echt ontzettend veel verschillende soorten. Als je vleesetende planten wil gaan verzamelen, nou, dan is dit zeker een heel mooi begin. En wat ook heel leuk is, in de tijd dat ik begon met vleesetende planten te kweken, was het altijd heel moeilijk om de spullen te vinden die je nodig had om ze goed te houden. Maar vandaag de dag kan je de speciale vleesetende plantengrond gewoon bij de planten kopen. Dus je kan gelijk aan de slag. En dit scheelt echt heel erg veel. Nou, en die vleesetende planten uit dat tuincentrum komen dus hier vandaan. Dit is een kwekerij in Aalsmeer genaamd Carniflora. En je ziet hier al die soorten staan. Van bekerplanten tot venusvliegenvallen, vetplat. Dus dit is de ideale plek om ze even stuk voor stuk onder de loep te nemen. En we beginnen met de meest populaire van allemaal, de venusvliegenval. Maar er is zoveel vraag naar dat hij zijn eigen kas heeft. Moet je kijken, een hele kar vol met venusvliegenvallen. Deze zijn klaar om naar het tuincentrum te gaan. Dan moet je eens kijken hierachter. Duizenden venusvliegenvallen. Nou, wat is nou het verhaal van een venusvliegenval? Een venusvliegenval is om te beginnen geen tropische plant. Heel veel mensen denken bij dat uiterlijk van nou, zoiets komt uit een of andere warme, hete jungle. Maar venusvliegenvallen komen van oorsprong alleen maar voor in de staten North en South Carolina, in de VS. En daar hebben ze best koude winters. Dus als je zo'n plant ook gezond wil houden, moet je hem ook 's winters een beetje koel zetten en niet op je warme vensterbank. Hoe ze hier gekweekt worden trouwens, vertelt ook al veel over hun verzorging. Zie je om te beginnen dat gekke roze licht? Nou, vleesetende planten hebben over het algemeen heel veel licht nodig. Eigenlijk meer dan dat we ze nu kunnen geven met gewoon een glazen kas. Dus vandaar dat er wordt bijgelicht. Maar ook deze tafels, die zetten ze vol met water, zodat die kluitjes met grond eigenlijk altijd lekker vochtig blijven. Vervolgens willen vleesetende planten bijna geen mest. Dus er wordt heel licht bemest, maar dat is het dan ook. Dus veel water, veel licht. En maar een heel klein beetje mest is het geheim om vleesetende planten zo mooi te kweken als hier. Hey, kijk, hier bloeit er een. Best een mooi bloempje eigenlijk. En hoog boven de blaadjes, dat heeft een reden. Maar ik ben dus al 30 jaar bezig met planten verzamelen. En vleesetende planten waren een van de eerste groepen die ik zelf ook heel erg leuk vond. En deze plantjes vervelen dus ook nooit. En liefhebbers die hebben ook ontdekt dat als je duizenden van deze planten bij elkaar kweekt, dat je dan soms mutaties krijgt. En hier staat er zo eentje. Deze wordt ook wel de smiley genoemd, de jaw smiley. En het is net alsof deze zit te lachen. Nou, dit soort planten worden eruit gevist.
en soms voor heel veel geld verkocht. En dat is leuk, want zo blijf je eigenlijk doorsparen, ook al heb je de Venusvliegenval al lang in je collectie. Dit zijn Saracenia's, ook wel bekend als de bekerplant. En in het tuincentrum vertelde ik al dat deze ook goed tegen kou kunnen. En ze leven ook in hetzelfde soort habitat als de Venusvliegenval. Maar wat is zo'n Saracenia nou precies? Het is een plant met opgerolde bladeren. En die bladeren vormen een beker. En bovenop die beker zit een deksel. En die deksel zit er ook niet voor niets, want die voorkomt namelijk dat de beker vol regent met water. En ook zitten er op de deksel nectarklieren. En in combinatie met de mooie kleuren zorgen die ervoor dat deze beker een beetje overkomt als een bloem. En dat trekt allerlei insecten aan die denken er wat te kunnen eten. Maar in plaats daarvan vallen zij in de beker, worden ze zelf opgegeten. Oh, dit is trouwens dus de echte bloem van de Saracenia. Maar de ene bekerplant is de andere niet. En zo hebben we hier de Cephalotus. Dit is een dwergbekerplantje uit Zuidwest-Australië. En wat zo apart is aan de Cephalotus, is dat hij helemaal niet familie is van de Saracenia die we het daarnet hebben gezien. De Saracenia, als je dat grofweg zou indelen, is die verwant aan de Rhododendron. En dit plantje is verwant aan de klaverzuringachtige en de stervrucht. Dat is die vrucht die je wel eens in de winkel ziet liggen met kerst. Als je daar plakjes van snijdt, dan zijn dat sterren. Nou, daar is deze plant verwant van en dus absoluut niet aan de Saracenia. Dit is wel een van mijn favoriete vleesetende plantjes. En dat komt omdat hij gewoon altijd zo klein blijft zoals dit. En hij is heel ingenieus gemaakt. Het is alleen wel een vleesetende plant die je nog niet zo veel ziet. Hij is nog best wel zeldzaam in cultuur en daarom ook wat kostbaarder. Je ziet hem meer in speciale plantenwinkels dan echt zomaar in het tuincentrum. De reden daarvoor is dat deze plant gewoon veel langzamer groeit en ook wat lastiger te kweken is voor de kweker. En dat maakt het dus des te bijzonderder dat er hier gewoon zo'n hele tafel vol van staat. Ik vind het wel bijzonder hoor. En dan komen we nu bij de derde soort bekerplant, de Nepenthes. En de Nepenthes komt vooral voor in Zuidoost-Azië. En wat bijzonder is, is dat deze ook weer geen verwant is aan de vorige twee bekerplanten. Maar bij Nepenthes gebeurt er wel wat meer, want er zijn namelijk soorten die zich heel erg hebben gespecialiseerd. Zoals er bijvoorbeeld een Nepenthes die alleen maar termieten eet. En er is ook een Nepenthes soort die eet zelfs helemaal geen vlees meer. Maar om die te bekijken, dan moeten we even naar de Hortus in Leiden. Sommige vleesetende planten gaan echt met hun tijd mee. Dit is een hele bijzondere, dit is Nepenthes ampullaria. En als je die bekers bekijkt, is er wat geks aan de hand. Want in tegenstelling tot de andere bekerplanten staat het dekseltje hier helemaal open. Dus dat effect van het insectenlokken boven de opening, dat gaat hier niet op. En dat hoeft ook niet, want deze vleesetende plant is namelijk vegetariër geworden. Hoe doet een plant dat nou? Want hij kan natuurlijk niet actief achter andere bloemetjes gaan jagen. Nou, het bekertje staat gewoon open en hij wacht gewoon geduldig op wat erin valt. In het gebied waar deze soort voorkomt leeft vaak een bepaalde soort varen, de Nephrolepis. En die blaadjes die ervan afvallen zijn klein genoeg om erin te vallen. Maar ook mosjes, takjes, van alles en nog wat. We hebben voor deze plant ook een keer onderzoek gedaan dat we naar Borneo zijn afgereisd om te gaan kijken wat deze plant nou in het wild precies eet. Er is alleen wel één probleem. Plantencellen zijn veel taaier dan dierencellen, dus je moet harder werken om die te kunnen verteren. En deze plant lost dat op door in plaats van enzymen mierenzuur aan te maken wat celwanden van planten kan verteren. Nou, na Australië, Noord-Amerika, Zuidoost-Azië zijn we nu aangekomen in Mexico. Hier hebben we allemaal soorten vetblad. En vetblad zijn van die vleesetende planten die helaas altijd in het tuincentrum een beetje overblijven. Omdat mensen vaak niet zien dat ze vleesetend zijn. En dat klopt, maar het zijn wel degelijk vleesetende planten. En dat kan je zien als je zo'n plant neerzet in je huiskamer en als je last hebt van varenrouwmugjes. Dat zijn hele vervelende mugjes die zich voortplanten in vochtige potgrond. En juist dat beestje pakt deze plant goed aan. Dus dit is een hele goede vleesetende plant om van ongedierte in je huis af te komen. Nu zou je denken, al die exotische landen hebben dan in Nederland geen vleesetende planten. Ja, zeker wel. We hebben zelfs in Nederland een soort vetblad. In het oosten van het land bijvoorbeeld kom je op sommige plekken het inheemse vetblad tegen. Het is een hele zeldzame plant waar het gelukkig op het moment weer wat beter mee gaat. Maar er is ook nog een ander soort vleesetende plant die wat, ja, eigenlijk een vergelijkbare manier van insecten vangen heeft, maar die wat meer tot de verbeelding spreekt omdat het wat zichtbaarder is. En die staat hier aan de overkant.
En dat zijn deze. Dit zijn de zonnedauwsoorten. En zonnedauwsoorten zijn relatief makkelijk en goedkoop. En zijn dus de ideale beginnersvleesetende plant. Maar voordat ik hier heel veel ga vertellen over zonnedauwsoorten, is het goed om te weten dat deze ook in het wild hier voorkomen. En als je weet waar ze zitten, dan zijn ze soms best wel talrijk. En een van de beste plekken om vleesetende planten in Nederland in het wild te zien, is Lusthof de Haak. Ah, kijk eens aan. Nou, deze plek hier om me heen is een typische plek voor vleesetende planten. Er is veel licht, er is veel water, maar er is weinig voedsel in de grond. En dat is perfect voor een vleesetende plant, want als hier heel veel voedsel in de grond zou zitten, dan betekent dat allerlei andere planten hier ook heel snel kunnen groeien. En dan kan een vleesetende plant niet tegenop boksen. En hier staat een van de algemeenste vleesetende planten van Nederland, de ronde zonnedauw. Zoals de naam al aangeeft, zijn de blaadjes rond, maar op die blaadjes zitten een soort haarachtige tentakels. En aan het uiteinde van elk tentakel zit een kleverig druppeltje. En met die druppeltjes lokt die insecten, die komen erop af, die gaan erop zitten en die blijven vervolgens plakken. En wat er gebeurt is dat alle andere tentakeltjes van het blad ook naar dat insect toe buigen om zo het contact te verhogen. Dan scheidt die plant enzymen af, waardoor die insect verteerd wordt en dan kan die plant de voedingsstoffen opnemen met zijn blad. En dit is een perfecte manier waardoor dit plantje dus kan overleven op een plek met weinig voedsel in de grond. Kijk, hier zie je een bloeiende ronde zonnedauw. En heel veel mensen denken dat de vallen van vleesetende planten, dat de bloemen zijn. Maar dat is niet logisch, want een plant heeft bloemen om bestoven te worden en om uiteindelijk vruchtjes te maken. Soms zien de vallen er heel bloemachtig uit, maar vallen zijn altijd bladeren. En dat is logisch, want bloemen maak je om zaadjes te maken en vallen gebruik je om te eten. Nou doet de zonnedauw dat wel heel slim, want je ziet dat hij een heel lang steeltje heeft en dat de bloemetjes hoog boven zijn blaadjes staan. En dat doet hij om zijn eigen bestuivers dus niet op te eten. Maar er groeien hier nog meer soorten vleesetende planten en daar gaan we nu naar op zoek. Nou nodig dit trilveen niet echt uit om op je knieën te gaan lopen, maar om niks te missen moet het eigenlijk wel. Want ik ben nu op zoek naar de kleine zonnedauw. En hier staat er een. De kleine zonnedauw lijkt op de ronde zonnedauw, alleen zijn de bladeren die zijn wat langer gerekt, meer spatelvormig. Nu is de kleine zonnedauw hier behoorlijk zeldzaam en vooral ook heel moeilijk te zien. Maar in andere delen van Nederland, zoals op de hogere zandgronden, is dit vaak weer de meest algemene soort. Maar er groeit hier in dit gebied nog een vleesetende plant en die is echt super zeldzaam, dus ik hoop dat we die gaan vinden. Zou die moeten staan? Hey, ja. Kijk eens. De Aldrovanda, de allerzeldzaamste vleesetende plant uit dit gebied. De Aldrovanda is een hele bijzondere vleesetende plant. Dat is namelijk de nauwste verwant aan de Venus vliegenval. En zijn vallen werken op precies dezelfde manier, alleen dan onder water. Op het moment dat een klein beestje in het valletje van deze plant terechtkomt en de voelhaartjes aanraakt, dan klapt die val met een rotgang dicht, ongeveer met een snelheid van 15 milliseconden. En dat maakt deze plant een van de allersnelste planten ter wereld. Dus het is eigenlijk heel bijzonder als je die venusvliegenval neemt. Dat is een landplant en zijn nauwste verwant is een waterplant. Er is nog een vleesetende plant die in het water groeit, maar die groeit op een net wat andere plek. Die gaan we nu opzoeken. De plek waar ik nu ben, Hollandser kan het eigenlijk niet. Ook hier groeien vleesetende planten. Je zou het niet verwachten, maar ze staan niet op de polders. Ze staan ertussen, namelijk in deze sloot. Want dit zijn namelijk niet zomaar polders, dit is een laagveengebied. En als ik hier beweeg, dan beweegt de hele vloer met me mee. Zelfs de sloot begint te golven. En in dit water, tussen de polders, groeit een vleesetende plant. En om die te zien, moet ik hem even eruit vissen. Deze plant heet groot blaasjeskruid. En onder het water valt hij niet zo op, maar hij bloeit ook. En je ziet her en der die bloemtakjes uit het water komen met gele bloemen. Hier staat er ook een.
Maar die bloemetjes eten dus geen vlees. Die bloemetjes zijn om zaadjes te maken. Maar hoe eet deze plant nou vlees? Nou, hij maakt kleine blaasjes en die blaasjes die staan onder een soort onderdruk. Dus ze zuigen eigenlijk. Er zit een opening in dat blaasje, maar die opening zit dicht door een klepje. En er zit een haartje die voelt of er een beestje in de buurt komt van het klepje. En als dat gebeurt, en dat haartje wordt aangeraakt, dan gaat dat klepje heel even open. En door die onderdruk wordt eigenlijk alles wat voor dat blaasje zit, wordt naar binnen gezogen. En als er dan een beestje tussen zit, zoals een waterflow of bijvoorbeeld een muggenlarf, dan wordt die dus opgesloten en opgegeten. En wie had dat dus gedacht, dat de planten in deze sloot ervoor zorgen dat wij minder last hebben van muggen? Exotische vleesetende planten, niet van verre orde, maar gewoon in ons polderland. Gelukkig voor deze koeien eten ze dus alleen maar kleine diertjes. Maar zeg eens eerlijk, dat had u niet gedacht, hè? Zo.